Zo, daar gaan we dan. Sharon Kipps. Je kent het natuurlijk van X-Factor. 10 jaar geleden. Yes. Toch? Gospel Boulevard, maar Engelstalige cd's, Nederlandse cd's, gospel cd's. Wat heb je eigenlijk niet gedaan? Rappen. Zou je dat kunnen? Nee. Zou je dat willen? Nee. Nee, prima. Dan gaan we gewoon. We gaan op pad. Het thema is bouwen koninkrijk. Ja. En waar zie jij dat het koninkrijk van God dan hier op aarde al ontstaat, gebouwd wordt? In de kerken. Voor jou zo'n plek? Ja? In de kerken, ja. Maar er wordt ook heel veel afgebroken, kerken. Toch? Absoluut. Maar als het goed gaat, ja. Dan zie je echt een glimp van Gods koninkrijk. En daar bedoel ik ook echt mee gewoon dat we puur zijn. Dat we eerlijk zijn naar elkaar. Leven delen met elkaar. Community, hè, dus gemeenschap. Dat hebben we nodig. En in een tijd waarin ontkerkelijking veel meer voorkomt. Mensen de kerk links laten liggen. Denken van, ja, ik doe het zelf wel. Ik ben zelf wel christen. Geen verkeerd woord over die mensen, hoor. Nee. Natuurlijk doen wat je zelf prettig vindt. Maar dan ben ik zo blij dat er wel kerken zijn die juist aan het groeien zijn. En die juist bezig zijn met van, joh, hoe zijn we christen? Hoe zijn we relevant in deze tijd? En ik denk dat het heel belangrijk is om samen leven te delen met elkaar. Een soort van een beetje accountability. Ja, weet je, als we alleen op deze aarde moesten zijn, dan had God dat wel zo geregeld dat we alleen waren. Dan was Adam alleen gebleven. Maar dat was hij niet. Maar dan hadden we jou niet. Dat had ik dan wel jammer gevonden. Raam open. Hij die dansje. Ja, heerlijk. Wauw, je kan het nog steeds. Oh, wat goed. Alleen mijn haar, dit gaat niet goed voelen. Ik kon niet met dit haar. Nee. Hey, waar haal jij inspiratie vandaan als het gaat om nieuwe liedjes? We gaan er zo ook weer eentje zingen. Ja. Van je eigen hand, toch? Ja, klopt. Nou, niet van mijn hand eigenlijk. Dat is, mijn man heeft dat geschreven. Maar jullie zijn één, hè? Ja, amen. Dat is waar. Inspiratie uit het leven eigenlijk. Ja? Ja, dit liedje gaat over onze oudste dochter Isa. Die is nu bijna 4 alweer. En Gil, mijn man Gilbert, die zat gewoon met een gitaartje in de woonkamer. En toen dacht hij van, ja, we gaan een liedje maken voor Isa. Wat wij wilden uitdrukken, dat is echt gewoon dat je kleine meisje groot wordt. En dat al de tijd zo snel gaat. En dat je het liefst de tijd stop zou willen zetten. Om te genieten van hoe ze nu is. Ja. Ja. Klein meisje zo groot. Ik weet nog goed het moment dat ik genoot. Van je kleine teentje, van je vingers. Ik kan erover blijven zingen. Wat gaat de tijd toch vreselijk snel. Mijn meisje zo groot. Vandaag lag jij je tandjes al bloot. Wanneer jij naar me toe komt lopen, blijf ik stiekem hopen dat dit moment voor altijd zal zijn. Onze tijd heeft zo zijn charme, zolang jij in mijn armen blijft heel dicht bij mij. Onze harten zijn verbonden, oh als wij maar konden blijven in dit moment. Ik ben zo blij dat jij er bent. En dan de Nederlands Zingdag die er gaat aankomen. Yes. Je weet al wat je gaat zingen. Ja. Kun je al iets zeggen waar je heel erg naar uitziet met het gevoel? Nou, er
er zijn zoveel liedjes. Want het is echt een hele dag zingen. Lekker, hè? Echt super gaaf. Ja, leuk. Ja, en wat het gewoon echt heel bijzonder maakt, vind ik, is dat je met zoveel mensen samen bent. Ik bedoel, man, die hal zit vol. Volgens mij is het 10.000 man, hè? Is het ja, zo'n beetje. Plus, nou, ja. Dat is geen grap gewoon. Dat geluid wat daarvan afkomt. Dat is zo intens, lijkt me dat. En ja, ik heb het al één keer meegemaakt. Dat was echt bijzonder. Dus ja, en dat gaan we weer meemaken. En dan de liederen dit keer. Bouw je koninkrijk. Ook echt gewoon, liederen die echt gewoon God toezingen. Van dat de Heer zijn gang gaat hier op aarde. En dat we, ja, en dat God geëerd mag worden. Gouden ouwes komen voorbij. En de wat nieuwere liederen van nu. Voor het EO-gebouw gaan we even heel hard zingen. Ramen open. Wil koninkrijk, zet het kwaad te kijk. Toon uw sterke hand, kom herstel ons land. Vul uw kerk met vuur, win dit volk terug. Heer, dat bidden wij tot uw koninkrijk. Schijnt! Hey, ik vond het onwijs leuk dat je mee was. Onwijs top. Was gezellig. Succes met het oefenen hiervan. Thank you. En we gaan elkaar zien op de Nederlandse Zingdag. Helemaal fijn. Top.